Goedemorgen mensen. Ja, ik krijg heel veel berichtjes wat er gisteren gebeurd is bij de stichting. Nou, we hebben een algehele controle gehad. Met een hoop bombarie. Want normaal komen er een man of acht en bij ons komen drievoudigen. Hè? Drie politiebussen voor de deur, drie politieauto's. Maar ik was heel boos, inwendig. Ik heb me eigenlijk lekker rustig gehouden. Want die mensen doen ook maar de werk, die weten gewoon niet beter. En we zijn gewoon weer open vandaag, dus er is helemaal niks aan de hand. Ze hebben geen Bitok of zo gevonden. Dat was waarschijnlijk de gedachte erachter, maar was er niet. Dus nogmaals, we zijn vandaag gewoon weer open. En die mensen die aanwezig waren, die waren best vriendelijk hoor. Er was dan één vrouw bij die een beetje autoritair was. En dat was niet de mevrouw van de gemeente, want dat was een hele lieve vrouw. Maar dat hebben we allemaal weer gehad en we zijn vandaag gewoon weer open. Dus u bent allemaal weer welkom.